Wederom wordt er actie gevoerd door actiecomité Behoud Bomen Spijkerkwartier. Dit keer zouden er 64 bomen moeten wijken voor woningbouw op het terrein Spijkerbroek. RTV Arnhem sprak met actievoerder Arnold Brouwer. Ja, het actiecomité Behoud Bomen Spijkerkwartier moet weer in touw komen, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dankzij wethouder Gerry Elferink van de SP, die dus elk overleg met de buurt weigert. En gewoon doorgaat met kappen, terwijl het helemaal niet nodig is. Om welke bomen en welk gebied gaat het nu? Het gaat nu om de bomen zeg maar, rond het oude Tjalfterrein hier in Spijkerkwartier. En die bomen zijn we nu aan het markeren met gele linten. En we hangen spandoeken op om een signaal te geven aan de gemeente Arnhem dat ze eens met de mensen moeten gaan praten voordat ze dus dingen gaan doen. Je hebt natuurlijk al eerder actie gevoerd en dat is toen goed uitgepakt. Ja. Hoe ziet het bij dit gebied uit? Nou kijk, we hebben met Ine van Burgstede goede afspraken gemaakt over het behoud van de bomen in de Spijkerkwartier. Dit gedeelte hebben we toen niet over gesproken. Dit is een oud plan uit 2009. En dit plan behelst dat er dus woningen worden gebouwd hier. Maar dat er ook de bomen worden gekapt. Het gaat om ongeveer 65 bomen. Wij hebben een rondje gemaakt van de week en zei, is het nou nodig dat ze allemaal gekapt worden? Nou, het blijkt dat er dus gewoon 24, 25 gewoon kunnen blijven staan. Die vallen buiten de bouwplannen. Wanneer zouden ze gekapt worden? Morgen, overmorgen schijnt de bedoeling te zijn van de gemeente Arnhem. Daarom moesten wij nu als razendsnel in actie komen om een signaal te geven dat we dat niet willen. En als het nou toch zover komt, want het is wel een heel vlot dag hè, nu. Kijk, wij zijn natuurlijk maar gewone burgers en wij kunnen een signaal aan de politiek geven. En dat geldt voor dit college, dat geldt voor de Partij van de Arbeid, CDA, VVD, D66, GroenLinks. Met name die laatste twee partijen, die zouden toch eens een keer moeten opkomen voor groen en duurzaamheid. En het niet alleen maar op papier zetten, maar ook in de praktijk moeten brengen. En dat is natuurlijk wel het trieste in Arnhem. Dat Arnhem dus steeds meer een beeld van zichzelf schetst in de buitenwereld. Van ja, bomen interesseren ons niet, zijn voor ons niet waardevol. Er worden bomen gekapt die niet gekapt hoeven te worden. Hebben de wethouder uitgenodigd om even een rondje te maken. Om even te kijken van welke bomen zouden eventueel kunnen blijven staan en welke moeten per se weg. Nou, dat signaal hebben we gegeven en we hebben een botte afwijzing gekregen. Nou, dit is de machtspolitiek van de SP-wethouder Elferink. En wat vinden de bewoners hier ervan, dat die bomen gekapt gaan worden? Ja, wij zijn natuurlijk bewoners van de Spijkerkwartier, met z'n allen. En nou ja, goed, je ziet het zelf, er komen bewoners uit de huizen en die zeggen, ja, die bomen kunnen blijven staan. We hebben niks tegen het bouwplan, alleen je gaat niet kappen en geen waardevol groen weghalen als het niet nodig is. En dat is de boodschap die wij in Arnhem geven.